a conclusion to my illusion, I assure you this. There's no end to this confusion if you let it wish you well. Sold to sell, highest bidders, can't you tell what you're getting? Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben nu in Portugal om mezelf voor te bereiden voor de eerste toernooi van de Alpstoer. In Nederland is het weer heel slecht, dus daarom zijn we gevlucht hier naar Portugal. Weer vluchtelingen, om hier veel te spelen en te trainen. De greens zijn goed, de banen zijn mooi, het weer is beter. Dus helemaal super. De komende 6 dagen gaan we 5 keer spelen. Dus elke dag om 9 uur naar de baan toe, 18 holes spelen. En dan terug naar het huisje, even lunchen en weer verder trainen tot het donker is. In de winter sta je veel op de range en dat is natuurlijk heel anders dan spelen. En daarom wil ik hier weer veel gaan spelen om een beetje ritme te krijgen. Ik ben natuurlijk niet alleen deze week. Hier is Bram, Lars en Lars. There is a light to all this darkness, I will tell you this. There's redemption in you asking confused why it is some answers are better left unspoken when you know you ain't getting it. Vanochtend tijdens het allereerste T-schot heb ik mijn driver gebroken. Het contact klonk een beetje raar en nu zit er een scheur in de bovenkant van het clubhoofd. Kijk, hier zit de scheur. Dus ze wordt de komende week met houten 3 spelen. Dag 5 van de 6 hier in Portugal. Afgelopen dagen lekker kunnen trainen. Het was goed weer. Alleen vandaag schijnt de zon even niet. In het begin had ik een beetje moeite dat ik te veel technisch zat te denken. Alleen dat leer je snel af als de ballen kut gaan. Het was wel jammer dat ik op de eerste dag mijn driver had gebroken. Ik had er wel zin in om drivers te trainen. Maar nu veel houten 3's geslagen. Dus die gaat nu veel beter dan voorheen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik heb Telemate gebeld en die zou de nieuwe kop opsturen. En hopelijk is die binnen als ik thuis ben. Dus daar wacht ik nog even op. Nou, we zijn weer onderweg naar huis. Lekker getraind een weekje. 11 februari ga ik naar Egypte samen met Lars. Dan spelen we het eerste toernooi van de Alpstoer. In de link van deze video staat de website van de Alpstoer. Dus daar kunnen jullie ons volgen. En ook alle Instagrams. Als je deze video nou leuk vond, doe dan even je duim omhoog. En vergeet niet te abonneren. Dan zie ik jullie de volgende keer. Houdoe!